Dit is de Skybase Challenge in 2022. Maar we hebben natuurlijk wel een aantal voorbereidingen. Ik dacht dat ik hier een shotgun zou vinden. Ik wilde zeggen, we hebben een aantal voorbereidingen nodig natuurlijk. Want laten we voor eerlijk zijn, de Stairway to Heaven, of eigenlijk de Skybase, ga je niet zomaar kunnen maken. Daarvoor wil ik namelijk sowieso even een heel erg goed wapen krijgen. Want we hebben sowieso wel een gun nodig, want anders gaan we het helemaal niet redden. We hebben sowieso nog een chest nodig met... Oh, nou maat, dit is sick. Want dan gooien we die. Flare gunnetje erbij. Dan gooien we er eentje uit. Want er zijn sowieso enemies, want ik heb ze gezien. Zie je, daar is één iemand. Die heeft mij nog niet gezien. Oh, nu wel. Komt die? Nice. Wacht, reload. Let's go, let's go. Easy, maat, easy. Ik weet niet waarom hier zoveel hitte, maar prima. Maar dan het belangrijkste. Dat is niet dit nog. Uh-oh. Nee, niet hem killen, maat. Niet hem killen. Ik heb hem nodig namelijk. Hallo. Kom hier dan. Kom hier. Jasko. Nu komt één van de belangrijkste dingen van de Skybase. En dat is de Chuck Cannon. De Chuck Cannon gaat echt een enorm belangrijke rol spelen in deze Skybase. Nee, even heel serieus. Wat wel heel erg belangrijk is dat we nog een beest vinden. Het liefst wil ik zo'n zwijn hebben. Want sinds dit seizoen beschermen deze dieren je ook voor fall damage. Dus ik ga even mijn zus bellen. Ja, hey, zwijn! Kijk, ze heeft dus opgenomen, dus dat is mooi. Want dan kunnen wij nu eindelijk gaan beginnen met de Skybase. Oh, dit gaat moeilijk worden. Ik ben namelijk zojuist ook getarget. En dat maakt het zo extra verdomd moeilijk. Dus ik ben benieuwd. Laten we dit heel voorzichtig doen, oké? Gewoon echt stapje voor stapje. 1... 2, 3, 4. Er is natuurlijk nog een backup optie. En dat is... Oh, ik vind het eng, jongen. Er zijn nog 15 andere enemies over. We zitten hier safe. Met armored wall plaatsen heeft geen nut meer. Dat is echt kansloos. Nou, het enige waar ik bang voor ben zijn heavy snipers of zo. Want die schieten alles in één keer weg natuurlijk. Maar zoals je ziet, we moeten wel die kant op weer. Dan kan ik hier rechtdoor gaan. Nee, dat heeft geen nut. Dus we moeten zijwaarts nu. Maar ik vind het spannend, jongen. Dat is echt niet best. Dat wordt nog niet weggeschoten. Ik zie enemies hier beneden. Hier beneden. Zie je, ze zijn aan het vechten daar. Oh. Maar dat is ideaal, want dan hoop ik dat ze mij niet zien. Ik ga niet schieten, ik ga niet schieten. Want ik wil dit winnen met mijn stairway. Go. Mijn beest heeft bijna geen ding meer. Kan die dan nog verder? Oh, is dit al max height? Wat de heck? Ik moet met de safe zone een beetje meelopen. Dan red ik dat. Ja, ik vind die enemy onder mij echt heel erg eng. Mijn beest heeft geen ding meer. Oh. Nee, dan moet ik er dus vanaf. Nee. Kan ik je niet feeden? Nee, dat kan niet. Damn it. Ik moet zonder verder. When I see you again. Oh. Ik moet wel door, sorry. Nee. 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 Nee, 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 nee. We gaan het nog een keer doen. Ik ga het nog een keer doen. Komt-ie. Dit wordt de play. Dit gaat de play worden. Moet je opletten. Hij denkt nu van... Oh, ik heb alles naar beneden gegooid. Maar dat is niet zo. Wacht maar. Wacht maar, wacht maar, wacht maar. Gaat hij? Hij loopt daar, hij loopt daar. Loopt hij verder? Hij loopt verder. Kom op, go. Go, 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 go. We moeten dit doen. Kom, ik heb nu geen backup meer trouwens, hè. Uh-oh. Uh-oh, maat. Mijn HP. Mijn HP. Mijn HP. Red ik dit überhaupt? Ik ga het niet redden, denk ik, of wel? Ik ga het niet redden. Nee! Dus het is tijd voor poging nummer 2. Oh, oké. Dan gebruik ik daar één iemand een rift. Dus daar moeten we voor oppassen. Oh, die komt nu al hierheen. Maar hij ziet mij niet. Hij ziet mij niet, toch? Nee, nee, nee. Is dat Chuck Lee? Hey, yo! Yo, yo, yo! Oké, we moeten nu wel een beetje tempo maken. Want mijn varkje zit hier. Mijn zwijn. En we moeten nu wel tempo maken vanwege de safe zone. Go. Go, 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 go. We moeten nu tempo maken. Go. Come on! Want ik kan hem helemaal niet healen, volgens mij. Behalve dan is de voegbar. Nee! Nee, dat was Max Hyde! Nee! Oh my. Dit kunnen we doen, dit kunnen we doen. Wacht al. Huh? Oh my. Wat? Oh my hemeltje, gast. Reload, Rick. We kunnen deze guy wel hebben, hoor. Dat er niet van, maar...
Oh, hij gaat weg. Oh, nice. Heeft hij het weggeschoten? Nee. Oké. Okay. Misschien moeten we het weer zonder hem gaan doen. Dit kunnen we op zich best fixen, right? Maar ik ga je niet kunnen meenemen, denk ik. Maar let's go, I guess. Try. You know? Zo jammer dat ik hem niet kan splashen. Dat vind ik echt, echt jammer. Dat kunnen wij, dat kunnen wij. We moeten echt... What? We moeten kapot ver! Dan ga ik natuurlijk nooit redden met mijn mats. Of wel? Dat is bokken ver, maat. Never nooit dat ik dat red. Never nooit. Zie, dat was trouwens helemaal niet max height. Ik weet niet waarom je het niet deed trouwens, maar oké. Ben ik dan toch wel weggeschoten? Volgens mij wel, hè? En nu moeten we gaan, maar dan gaan we natuurlijk nooit redden. Hier, eten. Nice. Kom op. I mean, we zouden eventueel twee keer omhoog kunnen gaan. Dat iemand dan denkt dat hij het wegschiet. Maar dat is dan niet zo. Dat zouden we eventueel wel kunnen doen. Want dat is mijn enige optie, denk ik, hoor. Want dit ga ik never nooit redden. Veel te ver. Er zijn nog 15 enemies over. We zijn er wel bijna, trouwens, hoor. Wait. Dit kunnen we redden. Dit kunnen wij redden misschien wel. Dit kan niet opvallen. Dat kan niet. Oh, we hebben nog maar alleen maar hout. Oh, nee, dat is niet chill. Oké, wij zijn nu safe. Hier, neem jij dat ding in. Alle twee even healen. Let's go, maat. Come on. Come on, we kunnen dit, we kunnen dit. Zie je, dit valt toch niet op? Hoe ver moeten we nu? We moeten zo ver, bro. Oké, dus de enige optie die ik nu zou kunnen hebben is bijvoorbeeld iemand killen. En dan teruggaan omhoog. Oké, let's go. Let's go, de safe zone is weer begonnen. We moeten rustig aanspelen. Go, nog één. Go. Kom op, tot nu toe gaat het goed. Nog maar 10. We zitten in de top 10. Ah, dat is niet waar, top 11. Gaan we dit redden met 400 hout? Naar de safe zone toe. Hey, please, laat me in ieder geval de safe zone redden. Want dan heb ik namelijk een plan. Please, dit redden we toch wel. Dit redden we. We kunnen nog 30 keer bouwen. 30 keer. Please, laat me dit redden. Volgens mij wel. Ja, dit redden we. Precies. Oké, top. Wij kunnen vanaf nu nog 9 keer bouwen. Dat gaan wij natuurlijk nooit redden. Dus één optie is mogelijk. Oké, we kunnen naar hun toe gaan. En vervolgens hun proberen te killen. Wij moeten nu naar beneden gaan. Want... Dan gaat, als het goed is, alleen hij dood. Ja, zie je? Kijk. Top. En nu kunnen we erop afgaan. Kom op. Zijn er nog twee? Eentje is dood. Nee! Q! Maar toen... Het volgende potje gebeurde dit. Oh no. Let's go. Dat is niet de enige guy hier. Dus pas op. Waar is die guy geland? Er was hier nog iemand. Daar. Oh, come on. Kom hier. Bro, kom hier. Alsjeblieft. Je bent van mij. Wat dan ook wat je probeert nu. Wow, hoe ben jij niet dood? Oh, come on, bro. Oh, let's go, man. Let's go. Dit begint al zo enorm stroef, hè. Niet normaal. Oh, de Caesar komt nu al. Wow, yo, bro. Nee, dat is absoluut niet goed. Hier, geef me die maar. Zo, en appeltjes, die heb ik nodig. Zo, prima. Het kost niet heel veel, dus prima. Go. Er staat hier nog wel een auto. Misschien kan ik die gebruiken, want ik moet, dat ga ik nooit redden anders. Never nooit redden anders. Juist, lekker. Go. Kom op, dit moeten we doen. Ik zie hier ook nog een grapple glove. Wacht, misschien kunnen we dat doen, in plaats van zo'n ding. Oei, dat is misschien beter. Dan hoef ik namelijk nu niet te zoeken naar een zwijn. Oh, serieus, maat? Echt waar? Wauw. Wacht, wat ligt er boven? Kom op, ga er boven. Wat ligt hier? Niks boeiends. Niks boeiends voor ons in ieder geval. Het is niet dat ik daarmee hem kan healen, helaas. Oké, we hebben... Maat, zo ver! Oké, maar dan moet dit het nu doen. Dan moet het dit gaan worden. Dit moet hem worden. Maar we moeten echt ver gewoon. Dan denk ik wel dat we die Stairway to Heaven moeten gaan starten in de storm. Want anders redden we het gewoon niet. Go. Ik denk dat we hem vanaf hier al zouden moeten starten, eerlijk gezegd. Oh, ik ben bijna dood, joh, gek. Oké. Hoeveel damage krijgen we nu? 2 per seconde. Nou, het beste is om heel even omhoog te gaan hier. Heel even snel. Zo. Lekker.
Dat gaat nooit lukken, man. Dit valt veel te veel op. Veel te veel. Ja, dit gaat never nooit lukken. Maar we gaan het alsnog gewoon proberen. Maakt niet uit. Kijk maar dat valt echt enorm op naast hun. Right, dat zie je zo erg. Die guys zien mij namelijk gewoon al, hoor. Maar oké. Toch gewoon proberen, Rick. Gewoon proberen. Als je niet probeert, weet je het ook niet. Misschien zijn ze allemaal wel blind. En zien ze dit gewoon niet. Want ze zijn zo met elkaar bezig. Misschien zien ze me wel niet. Zie, iemand is nu zelfs bij aan het spectaten. Kijk daar. Zit er in een fight. Maar als hij doorloopt, dan zien ze mij niet. Dus ik hoop zo dat het werkt, jongen. Please. Stop. Lekker. Oké. Plan gaat tot nu toe volgens plan. Snap je? We hebben een grapple cloth als backup. In de hoop dat het me gaat leven saven. Dat weet ik ook nog 100% zeker. Maar daar loopt ook iemand nu. Maar die ziet mij toch nu. Want je hebt toch daar een airdrop. Dus je moet mij zien, right? Maar nog iemand. Maar iedereen is met elkaar bezig. Oh, dat is een... Oh, de fight. Oh, daar gaan ze. Boxfight. Wie gaat deze winnen? We zitten met elkaar te fighten. Hij schiet. Eentje is denk ik gehit. Oh, hij is dood. Oef. Oké, daar gaan we weer. 3, 2, 1, go. Gaat dit lukken? Gaat dit lukken? Ja of nee? Gaat het lukken? We hebben dus nogmaals een grapple glove als backup. Iedereen is gewoon lekker bezig. En dat is het belangrijkste. Als iedereen lekker bezig is met elkaar, dan kan ik hier heel chill en rustig omhoog bouwen. Nummer 2 enemies. 2. Nummer 2 anderen. Ja, maar dit gaat nu echt keihard opvallen natuurlijk. Oh, zitten we toch in? Kom op. Go. Gewoon gaan nu. Gaan. Dat maakt nu niet meer uit. Stairway. Kom op. We kunnen dit. Tot nu toe gaat het lukken, want ze zitten met elkaar in een fight. Dit is perfect. Kom op. Omhoog. Dit is max height. We zitten er. We zitten onder ons. Hier. Dit is 1v1. Ziet hij mij? Hij ziet mij. Nee! Maar niet uit. Nee. Wat? Hij burst mij uit de lucht! I don't wanna be alive.